Eindelijk weer uh, trainingsvisie, Richard Plug, uh, verlang jij er ook zo naar? Naar de trainersvisie? Ja? Ja, met jou vind ik het wel een genot, ja. Altijd leuk, hè. Zeg uh, eind mei 2020, als uh, DVS een kampioenschap viert, dan kom ik natuurlijk met een trainersvisie met jou. Met de vraag van uh, dat weekje vrij in oktober, maakte dat nou het verschil? Als we kampioen geworden, zijn wel, ja. ja, ja. Nou nah, ja, weet je, dat is een keus. Uh, het zijn voor- en tegen zich. Het kan natuurlijk zijn dat je zegt van uh, we zijn uit ons ritme, we hadden misschien door moeten voetballen. Uh, dat is aan de ene kant het verhaal. Aan de andere kant geloof ik wel in uh, geven en nemen. En uh, kijk, tegenwoordig is het zo dat je in die derde divisie speelt, is dus wat net zoveel wedstrijden als een betaald voetbalclub. Maar deze jongens hebben wel allemaal een baan erbij. En je uh, hebt bijna geen vrije weekenden. Uh, winterstop is extreem kort. Je bent al half juli begonnen. Dus ja, ik heb besloten om te zeggen: dat die jongens, jongens, ga lekker een weekje genieten van de gezinssituatie of, of, of doe wat met je vriendin. En uh, nou ja, achteraf, ik heb het natuurlijk eerder besloten, maar achteraf kwam het qua blessures wel goed uit. Dus dat is een voordeel. Maar dat was niet de insteek. De insteek is eigenlijk dat je, dat je soms, uh, is fris in je kop zijn, is, is misschien nog wel beter als, uh, als in je lichaam. Hoe is het met de blessures? Komen ze langzaam maar zeker weer een beetje terug, of niet? Uh, ja, Koen is terug. Uh, Jeremy uh, komt terug. Uh, Chris nog niet. Daan denk ik nog niet. Uh, maar ja, je zag het vandaag. Dus, ja, op, op Chris en Daan is, uh, is het meeste blessureleed wel achter de rug. Een, een beetje tevreden met de training van uh, vanavond? Ik ben altijd tevreden over die jongens. Dus, uh, maar ik maak zelf de trainingen, Dus ik moet wel tevreden zijn. Maar de uitvoering is goed. Ik ben uh, eigenlijk uh, altijd wel tevreden over de jongens. Uh, ze werken goed, doen hun best en uh, er zit een goede sfeer in. Nou ja, uh, prettige werker is er niet voor een uh, trainer. Sfeer is uh, ontzettend belangrijk. Hè. Uh, gaan we nog iets uh, onoverwinnelijks uh, zien bij DVS? Uh, dat, 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 waarvan je denkt: ja, dit is uh, like uh, Odin uh, bij uh, Harkemaarse Boys. Uh, jawel, maar kijk, weet je, ik denk dat uh, Harkema zijn boys tegen Onin dachten we gaan aanvallen. Nou, dat was niet zo slim tegen die drie spitsen. En, uh, en tegen DVS zijn er natuurlijk niet zo heel veel ploegen die uh, zo open huis gaan houden. Maar ik, ik, ik zit wel te wachten op het moment dat, uh, dat Olly, uh, Benna en Jos echt, uh, echt even een keertje los gaan. We hebben twee keer 4-0 gewonnen, Goes en Ajax. Maar uh, ja, het mooiste zou zijn als dat wat vaker gebeurt ja dat zou inderdaad mooi zijn. Uh, die jongens uh, hebben zich uh, zaterdagmorgen bijzonder vermaakt met die uh, hele jonge jeugd, hè, geloof ik. ja dat is toch fantastisch. ja. nou goed weet je, ik, ik, ik juich de meeste initiatieven wel toe. Hè. Ik, uh, we hebben die open dag gedaan. vond ik een geweldig initiatief. nou toen uh, de Hofman zei het wilde toen een keer een avondje met de selectie, heb ik ook aan meegewerkt. nu kwam het verzoek binnen om uh, zaterdagochtend dan uh, dan heel vroeg uh, wat te doen met de jeugd. He, ik zat om uh, kwart over zeven, uh, zeven uur stond ik op. Volgens mij was ik kwart over zeven, half acht, zat ik in de auto. Ja, is weer geloos om te zien. Maar ja, weet je, als ik vroeger zelf uh, uh, training kreeg van een eerste helft Ja, vond ik dat geweldig. Ik stond met een, uh, met een, uh, met een uh, vlaggetje op de tribune om me helden aan te moedigen. Ja, mooier is het niet. En uh, nou ja, weet je, ik maak het dan nog een beetje ludiek zelf als trainer. Door te zeggen: patatje patatje en een flesje. En, uh, Bla bla bla. Nou, dan, uh, ja, dan heb ik ze allemaal wel een beetje bij de les. Heen, want uh, ja, we moeten natuurlijk niet 80 uh, uh, bloemetjesplukkers hebben. Heerlijk. Heb je, je daarna nog zelf uh, getraind met uh, de, de selectie? Ja, ik heb met die jongens nog even doorgetraind. Toen ben ik het tweede wezen kijken, want daar deden ook een aantal jongens in mee. Hoe uh, vond je dat? Uh, ik, heb, ik heb er ook even naar gekeken. Maar volgens mij uh, moet je daar nog wel enige kritiek op hebben, of niet? Uh, ja, maar als ik die kritiek heb, dan doe ik dat binnenkamers. En, uh, maar. Ja, uh, daarna ben ik doorgereden naar Excelsior uh, tegen Hoek. Dus daar heb ik die wedstrijd gekeken. Ja, het was een, uh, een volle zaterdag. Voetbal, voetbal, voetbal. En uh, nou, ik moet zeggen, ik heb wel een paar talentjes zoals vroeg gezien. Alleen ik denk dat, uh, dat ik niet zo lang trainen ben dat ik die nog mee ga maken. Nee. <laughs> dat denk ik ook niet. Uh, Excelsior, uh, beviel dat? Nou, ik moet zeggen, ik was blij verrast door de accommodatie. Een hele mooie accommodatie. Uh, nou, Hoek is gewoon een goede ploeg, maar uh, ja, Excelsior heeft het geen moment opgegeven. En, en vochten zich weer terug in de wedstrijd en krijgen op het eind nog een kans op 3-3. Dus ik heb net al gezegd, Ja, je, dat zijn uh, lastige wedstrijden. Zijn dat? En, uh, maar goed, wij zijn ons, aan ons stand om uh, verplicht om te winnen daar. Daar gaan we ook voor. En dan uh, die week daarna is denk ik het, uh, de wedstrijd van het jaar. Inderdaad, ja, zeker voor Ermelo en omstreken. Voor jou uh, denk ik uh, nog niet. 1, 2, 3. Maar um, de eerste periode beslaat? Elf wedstrijden, dacht ik? Ja, volgens mij wel. Maar... Ja. Dan hebben we nog vier uh, te gaan: Sparta Nijkerk krijgt drie moeilijke nu. Ja. En uh, ja, elke wedstrijd is natuurlijk moeilijk. Maar dit wordt een belangrijke periode, Ries. Ja. Nou ja, goed, ja, ik, ik denk dat het hele jaar. Uh... Ja, Piet, het is lekker als je al een prijs binnen hebt, maar. Uh... Ja, ik denk dat wij de focus ligt op het hele seizoen. Moet ik je heel eerlijk zeggen. En ik vind dat wij op het eind van het seizoen moeten wij gewoon uh, ja, een prijs hebben. En uh, in de vorm van een kampioenschap is het allermooiste. En in de vorm van een uh, periode of op, op basis van de stand van de ranglijst is ook heel mooi. Uh, ja, dat is het doel van DVS. En daar moet ik gewoon heel simpel gezegd uh, aan voldoen. Ja, en, uh, ja, alles wat je minder gedaan hebt, heb je waarschijnlijk niet aan je doelstelling uh, voldaan. Hè. Zo simpel is het. En uh, ja. Ja, dat is het uh, juk waar ik mee moet leren leven. Zo is dat, zo is dat. Uh, Wij wensen je namens DVS uh, TV daar uh, heel veel uh, succes mee natuurlijk. En uh, pakken die prijzen, Richard. Ja, is goed. Moet je niet vragen hoe mijn vakantie geweest is? <laughs> ik, ik neem aan dat die gewoon goed is geweest. Ja, die was helemaal top. Ja, die was helemaal top. Nu weer afvallen. Dat denk ik ook. Nu weer afvallen. Ja. Zo is dat. Oké, okay, bedankt. Jo, dag.